Het is begin augustus en het is tijd voor de zomersnoei. In deze boomgaard, perenboomgaard, een beetje lichte snoei, want er hangt al fruit aan. Dus als je met grove snoei begint, dan komt er ook heel veel fruit mee. En die grove snoei, dat komt dan wel van de winter. Wat we nu doen is het waterlot in het midden van de boom eraf breken. Afbreken omdat je dan de jaring meeneemt en geen hergroei plaatsvindt. En wat we ook doen is zoveel mogelijk de scheuten te lijven. Er zitten, zoals je ziet, boven in de boom heel veel scheuten. Die moeten gedund worden. Vooral de verticale scheuten eraf halen. Horizontale scheuten zoveel mogelijk laten gaan, staan. Want het fruit groeit in hoofdzaak op horizontale scheuten. En die scheuten die blijven staan, insnoeien tot op 1/3. Zodat daar weer volgend jaar de vruchtknoppen kunnen aankomen. Het is een hele klus. Er staan 100 perenbomen hier. Het is een monumentale boomgaard, dus we willen daar heel zorgvuldig mee omgaan. Maar goed, we zijn nu met een hele groep, dus we hopen dat we een heel eind komen. En begin september is er een perenoogst, dus dan moeten we klaar zijn om te oogsten. Weer een heel ander chapiter in de cyclus het hele jaar door. Uit. Die andere op 1/3 zitten. Ja. Nou, deze 1/3. Kijk of we nog goed staan hier. Zo. Ja, we halen maar 1/3. Laat maar 1/3 staan. Van die dingen. Alle toe. Ja. Ruimte geven. Uiteinde, daar krijg je gewoon een baas. Ik zou deze laten staan. Ja. Want die kan in de ruimte groeien. Ja. Dat kan misschien iets worden. Hier zit al een klein vruchtknopje. Maar voor de rest een beetje. Ja. Veel mag je hier niet van verwachten. Het zit binnen in de boom. Ja. Okay. Krijgt weinig licht en weinig lucht. Dus dat komt er eigenlijk allemaal af. De ladder staat er nog zien. Die stond toch ook daar? Die is dikke. Nee, die hoofdstand. Ja, deze 1/3 zetten. Ik zie wel dat dit een enorme klus is. Ja. Peter, links van de kaarwagen. Ja, ja. Oh, die staat er ook. Ja. Heel te veel, hè? Ja. Echt veel te vol daar. Ja, echt. Ja, dat kan. Dat is mooi. Oké, okay. Oh, die moet even knippen. Die wordt dan ben ik wel mee. Dan mag ik er wel bij. Hè. Nou, stop. Nou, stop. Nou, stop. Ja.
we kijken hoe we weer beneden komen. Ja. Nee, deze. Ja, ja. Gaan we de deuren niet, dan gaan we schaapjes er vandoor.